Afgelopen maandag in de Nationale Assemblee tijdens de behandeling van de wet supplementaire staatsbegroting 2024 had VHP-parlementariër Mahinder Yogi het over het bod van het IMF om de toekomstige olieinkomsten te verkopen. Voorzitter, ik zei dat men een bepaalde indruk en een bepaalde perceptie wil creëren in die samenleving, voorzitter, om het volk te doen geloven dat deze regering onder aanvoering van president Santokhi het slecht doet. Deze regering onder aanvoering van president Santokhi, voorzitter, doet het veel en veel en veel beter, voorzitter, dan de twee regeringen onder de aanvoering van gewezen president Bouterse, voorzitter. Voorzitter, en ter illustratie, de minister van Financiën is in een IMF-meeting in Washington, voorzitter, en dan wordt een bod gedaan, voorzitter, om de toekomstige olieinkomsten te verkopen. En wat zegt de minister van Financiën? Hij zegt onder geen enkele voorwaarde. Onder geen enkele voorwaarde zullen wij de olievoorraden die daar zijn verkopen om andere leningsovereenkomsten te sluiten. Voorzitter, en ik ga u wijzen wat de inborst was van andere regeringen, voorzitter. Er was een regering die vast zat, voorzitter, 96-2000. En wou staatsolie verkopen, voorzitter. En de potentiële kopers waren Dewo en Fletcher, voorzitter. Laat ze ontkennen, voorzitter, dat dat niet zo is. Voorzitter, na de ontdekking van de olievelden was men zelfs geneigd en bereid, voorzitter, om wat ontdekt is, voorzitter, voor 300 miljoen te verkopen. Voorzitter, ziet u het verschil in inborst van regeerders, voorzitter? Mensen die het menen met het land, met die samenleving, met de komende generaties, voorzitter. En mensen die het niet menen, voorzitter. En bepaalde politieke partijen, combinaties, voorzitter, hebben een bepaalde reputatie, een bepaalde kenmerk, een bepaalde brandmerk, voorzitter. Wanneer zij aantreden in het bestuur van het land, daarvan deel uitmaken, voorzitter, gaat het steeds bergafwaarts. En dan worden er slechts verkeerde dingen gedaan, voorzitter. En wanneer we niet uitgeleend zijn en niet meer kunnen lenen, voorzitter, dan gaan we dingen verkopen. Isabi, voorzitter, jonkito, den jonkie fufuruto. Mij voor een prasina dape, mij voor een pomester dape, fuseri, fupsadei. Voorzitter, en men zou toch verkopen voor financiering, voorzitter. Hoofdkantoor van het ministerie van Financiën, zijn we dat vergeten? Directoraat Financiën, trainingscentrum Financiën zou verkocht worden. Voorzitter, directoraat ontwikkelingsfinanciering, belastingskantoor. Voorzitter, een aantal zaken waren in de aanbieding bij de Centrale Bank van Suriname. Tijdens de regering Bouterse II, voorzitter, nadat in 2016 bekend werd dat het land bijna failliet was. Voorzitter, waarom verpraten deze mensen? Voorzitter, die 165 leningen, voorzitter. Men kan geen geld meer lenen. Let joggie. Nu als man bij ons geen money more, voorzitter. Dat we beginnen zeer delen van kondre. En hier praat, mag ik afronden. En hier praat meneer Parmisser over het vervreemden van het grondgebied van Suriname. En hij verwijst naar artikel 2 van de grondwet, voorzitter, in relatie met grondconversie. Volgens fractieleider van de NDP, Rabin Parmisser, klopt de informatie van VHP-parlementariër Mahinder Yogi niet. Voorzitter, de spreker heeft over allerlei zaken dat staatsolie verkocht zou worden. Hij noemde zelfs daar bedragen bij, voorzitter. Laat u daarop. Ik verzoek via u, voorzitter. Laten we naar de documenten kijken, voorzitter. Als hij dat beweert, goed, laat hij de onderliggende documenten hier aan u overhandigen. Indien dat niet gebeurt, dan moeten we weer voor de zoveelste keer de Rijk der Fabelen verwijzen. Goed, dank u wel. Tweede punt wat hij aangehaald heeft over grondconversie en noem maar op. Wat is de regering nu aan het doen?